Want het is hem, zou je zeggen, op het eerste gezicht ook gelukt om die inflatie in te dammen. Het gaat er nu vooral om hoe lang blijft die inflatie op dit hoge niveau en horen daar nog rentestappen bij? Ja, nou, het grappige is, als je naar de markt kijkt, die gaat nog van 1,5% verlaging tot en met eind 2024 uit. Dus die gaat er al echt vanuit van oké, er komt een zwakke economische periode uit. Dus de Fed zal weer gaan verlagen. Toevallig kwam vandaag PIMCO, de grote obligatiebelegger, ik geloof de grootste ter wereld, met een rapport. Die zei, nou, als die inflatie weer een beetje opleeft, en dat kan zomaar, hè, de olieprijs stijgt weer, de lonen, hè, de UPS-werkers die nu $170.000 per jaar verdienen, dat geeft echt wel een beetje het loonsentiment weer. Dus als iemand bij de kassa denkt, ja, zo'n UPS-medewerker kan niet zoveel, ik ook niet, maar daar wil ook wel meer salaris, dus dat geeft een beetje de sfeer weer. Dus ga je loonstijgingen krijgen. Dus het is niet uit te sluiten dat die inflatie weer gaat oplopen. En dan, zegt PIMCO in ieder geval, moet je toch even letten. Dan zou die rente wel verder verhoogd kunnen worden in plaats van heel erg sterk verlaagd, waar iedereen nu van uitgaat. Maar bijvoorbeeld die olieprijs die weer oploopt, daarvan is een van de verklaringen dat er geen recessie komt in de VS. Dat toch maar goed blijft gaan. Dus ja, je kunt dat op verschillende manieren uitleggen. Nee, eigenlijk is het dezelfde kant van de medaille. Want als het beter gaat met de economie, dan zal de inflatie niet zo snel afkoelen. Want dan heb je weinig vraaginflatie. En dus zal de inflatieontwikkeling tegenvallen. Ja. We gaan, Erik, naar jouw thuisland, ja. Denemarken. Ja, dat is niet voor het eerst in het nieuws vanwege Koranverbrandingen. Ja, leiden weer op afgelopen weken, begin deze maand nog, verscherpte grenscontroles, waar volgens mij pas sinds begin deze week weer afscheid van genomen is. Wat merk je daarvan als inwoner van Denemarken? Dat merken we aan de keukentafel met de kinderen. En die hebben het daar op school over. Dus het is een verhit debat waarbij de Denen ook erg naar de Zweden kijken. Dat is hun grote oostbuur waar ze naar kijken. Het is een spannende discussie. Hè? Want waar houdt de vrijheid van meningsuiting op? En hoe ver moet je gaan? Dus dat gaat heel diep. En nu om 11:30 is er ook een persconferentie geweest. Daar zijn ze in Denemarken heel goed in. Daar komt de premier of de ministers naar voren. Dus het is wel een groot item in Denemarken. Die discussie over of de vrijheid van meningsuiting begrensd is of niet, die woedt natuurlijk in verschillende landen. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zolang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Ja. Toch is dat verbranden van die Koran iets wat ik in ieder geval associeer met wat in Scandinavië gebeurt, wat in Denemarken gebeurt, wat in Zweden gebeurt. Waarom is dat daar zo'n manier om het te uiten? Ja, je hebt natuurlijk de Mohammed-tekeningen gehad. Die waren ook in Denemarken, dus ik denk dat dat extra gevoelig daar ligt. En je hebt een Deense politicus, Rasmus Paludan, die heeft het eerst in Denemarken gedaan. En toen is hij dat ook in Zweden gaan doen. Dus ja, het is een lokaal fenomeen, maar het speelt natuurlijk over de hele wereld. En wat heeft de premier gezegd overigens? Ik heb het niet gezien. Ik liep bij jou de studio in. Dus ik snap het. Je moet prioriteit stellen. Oké, nu we toch onze tocht over de wereld aan het maken zijn, nog even naar China. Chinese import van chipmachines. Nou, dat is wel eens minder geweest, collega. Inderdaad, plus 70% naar 5 miljard over de maanden juni en juli. Wie zou die machines toch geleverd hebben, kan je afvragen. De importrestrictie of de exportrestrictie vanuit Nederland naar China voor deze machines gaat per 1 september in. Dus ik denk dat de Chinezen dachten van, nou, laten we nu nog even snel zoveel mogelijk kopen wat nog mogelijk is. Om die restricties voor te zijn, want straks kunnen ze het niet meer kopen. Dus het is een sprintje. Het is een duidelijk sprintje en het zal een enorme piek in het cijfer. De winstcijfers uit juli zit al in het derde kwartaal. Dus we hebben een enige voorinformatie over de derde kwartaalcijfers van ASML. Maar goed, het is eenmalig natuurlijk en daarna stopt het. Dus daarna zal het een negatief effect zijn. Zegt dit nou nog iets over toch de mogelijkheid van Chinese bedrijven om te investeren? We hebben het de afgelopen weken veel gehad, ook op deze zender, over nou, die Chinese economie, dat ziet er niet zo goed uit. Er is blijkbaar toch nog wel, met het licht op die veranderende wetgeving, ruimte om te investeren in chipmachines. Ja, zij willen zoveel mogelijk investeren in chipmachines. Zeker omdat nu die window of opportunity nog open is. Als je gaat kijken naar de economie breed, een mooi grafiekje in de Financial Times deze week, dat 30% van de totale economie bestaat uit bouw of bouwgerelateerde diensten. En dat bij ons is dat maar iets van
12% of zo. Maar dat betekent, met die enorme huizenbubbel-implosie die we nu hebben gezien, dat dat ontzettend naar beneden gaat. Huizen zelf zijn 16% van de economie. Even ter vergelijking, het hoogtepunt van de kredietcrisis in 2008 in de Verenigde Staten was het 6%. En dat had al een enorme impact. Ja, in China, als je nu denkt van, goh, laat ik een huis gaan kopen. Nou, weet je wat, die huizenprijzen gaan naar beneden. Ik wacht nog maar eventjes. En dus daar ga je echt een enorme krimp zien. Maar wel op hele specifieke gebieden. De overheid en bedrijven zullen nog maximaal inzetten op chips, zolang ze dat nog kunnen.